Dit is mijn oude woning, de middelste rij, de ene laatste kolom. Maar je woont er nu niet meer? Ik woon er niet meer. Want Ralf en zijn vrouw gingen uit elkaar. Omdat ze allebei in hun eentje de hypotheek niet konden betalen, moest het huis worden verkocht, midden in de crisis. Ik heb een restschuld overgehouden van ruim 35.000 euro. Ralf kan die schuld niet betalen en wil het eigenlijk ook niet. Het is een bankencrisis. Wie heeft die crisis veroorzaakt? Ik niet. Dus hoef jij dit ook niet te betalen, vind je? Lijkt me niet. Ik heb de woningmarkt niet opgeblazen. Ja, maar jij hebt die hypotheek aangevraagd. Ja, dat klopt. Wat verwijt je de Rabobank dan dat ze jou een lening hebben gegeven? Ze hebben ten eerste een veel te hoge lening verstrekt. Ze hadden die lening nooit mogen verstrekken. Waarom niet? Ze hadden de risico's ook beter moeten inschatten. Meneer die kon niet weten, dat is uiteindelijk een leek, die kon niet weten dat de waarde van die huizen zo zou terugvallen. Terwijl de banken dat, zeker in 2007 gebeurde dit, wel konden weten. Ik wil kwijtschelding. Zo luidde het betoog vandaag in de rechtszaal in een zaak die Ralf tegen de Rabo aanspande. En er volgen er meer. We hebben nu enkele tientallen van die zaken lopen bij diverse rechtbanken in Nederland. Af en toe wordt zo'n zaak geschikt waarbij de schuld inderdaad deels wordt kwijtgescholden. Vandaag oordeelt de rechter dat de Rabobank en Ralf de komende 2 weken nog met elkaar om de tafel moeten. De Rabobank laat weten inderdaad weer contact te zoeken met Ralf en ze hopen nog steeds met hem tot een oplossing te komen. Ondertussen heeft Ralf geen onderdak meer. Hij logeert bij vrienden en familie, vandaag bij zijn tweelingbroer. Wil je nog wat eten? Ja, lekker een broodje hebben. Nu maar wachten of de Rabobank Ralf tegemoet wil komen.